Er is een wilde kat in de buurt, in Schalkwijk. Maakt u zich daar zorgen over? Ik niet. Waarom niet? Ik ben ook een beetje wild. In Haarlem is een savanna ontsnapt. Dat is een soort mini-cheetah. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik slecht. Die beesten die horen in het oerwoud en niet op een huiskamertje in Haarlem. Ja, nu loopt hij hier dus vrij door de wijk. Ja, dat is levensgevaarlijk, denk ik. Ja. U maakt zich niet zorgen voor de mensen, ondanks dat deze kat toch wel agressief kan zijn? Ik maak me meer zorgen om kinderen. Ik heb zelf een keeshond en een keeshond kan best fel zijn. Ziet er heel leuk uit. En het valt me op hoeveel kinderen op die hond willen duiken. Omdat ouders helemaal niet uitleggen. De hond ziet er schattig uit, maar die kan gevaarlijk zijn. Het is sowieso raar dat mensen dat thuis als huisdier hebben. Heel raar vind ik dat. Moet het verbieden? Ja. Zulke huisdieren wel. Ja, dat zijn geen huisdieren, die moet je in de natuur laten. En dat je een kat of een hond, vogeltje, neemt en niet een chiquita. En dat zie je meer dan slangen en al dat gedoe, dat hoort in het oerwoud thuis. Nou is hij al sinds vrijdag vermist, is niet gek dat hij in zo'n grote stad toch verborgen weet te blijven? Ja, ja. Ze zijn dus heel schichtig, die beesten. En ze... Ja, ik denk als het donker is dat ze dan meer tevoorschijn komen. Ja, maar hoe wordt zo'n kat dan over het algemeen gevonden? Of zo'n dier, zo'n leguaan in uw geval? Zoeken, ook oproepen doen in de sociale media. En ook heel vaak vind je ze niet meer.